Yo, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Roar en ik ben niet alleen, want ik ben hier nu samen met... Hoi, ik ben Marco. En je hebt het van een andere scoutengroep en ik heb eigenlijk gevraagd van... Hey, wil jij met mij een challenge doen? Ja. Dus wij gaan pionieren. Klopt. Wat gaan we pionieren? Wij gaan vandaag een keuken pionieren. En wie is er dan beter in? Ik er sowieso. Nee, ik kan het veel beter. En Marco is nou wel die palen aan het neerleggen, maar ik denk dat toch dat ik ga winnen. You wish. Professioneel overkomen dat ik het wel een beetje snap, soort van. Nee. Even kijken, dit. Ja, volgens mij is dit wel. Dus, als je die touwen eromheen hebt gewikkeld, dan moet je ze vastmaken hier zo door ze tussendoor vast te trekken. En dan goed aan te trekken. Zo. Doe ik nog een keertje. Zo. En dan maak je je eindknoop. Of als je nog touw over hebt, is het eigenlijk een tussenknoop. Ook de mastworp. Zo. Kruisje maken. En het is door. Zo, goed aantrekken. Als je nog touw over hebt, dan maak je hier omheen en doe je laatste knoop zodat je geen los touw hebt. Zo. En dan zit het vast. Hop. En nu alleen nog naar de tussenstukjes. En Marco, hoe is het eigenlijk met die van jou? Oh, maar die van mij is al klaar hoor. Kijk maar. Ja. En je hebt er zo nog eentje gemaakt. Kijk maar. Ja, maar ik heb er ook gewoon twee, dus ja. Ik zie er maar eentje hoor, Roa. Ik weet niet waar jij het ook van. Oké, voor de dwarsbalken moet je natuurlijk ook gaan pionieren. Daarvoor gebruiken we weer de mastworp. Die doen we deze keer zo om het paal heen. Weer een kruisje maken en er onderdoor. Zo. Dan wil je hem eigenlijk dat hij een beetje naar voren toe richt. En dan pak je dus de paal. Leg je er bovenop. En dan ga je omheen. En dit stukje wordt lastig in je eentje. Het verschilt per vereniging. Maar bij mij doen we altijd naar binnen toe. Dus dan doe je hier zo langs de binnenkant. En hier zo weer naar binnen. Het kan ook zijn dat je binnen buiten doet. Dus dit, binnen buiten, binnen buiten. Of je doet alleen maar buiten. Dus dan kom je zo. En dan nu ga je hem afwikkelen. Hier zo weer eindknoop mastworp. Zo, en dan zit hij vast. Zo, en als deze mastworp de laatste goed zit, dan is het eigenlijk ja, zo klaar. Leuk. Ja, zit hij vast? Hij zit vast. Top. Nou, jullie hebben het gezien. Zo moet je dus een keuken bouwen. We hebben ze hier zo alle twee staan. En ja, welke denk jij dat de beste is? Ja, ik moet toch denk ik zeggen die van mij. Nee, die van mij is gewoon veel beter. Maar ik wil het graag van jullie weten, dus laat het eventjes hier in de reacties weten of op Instagram eventjes liken, sharen, nog wat. En dan weten we wie de beste is. Maar ik denk dat ik het wel was. Nee, ik denk dat ik het was. Oké, dit was onze challenge. Ik hoop dat jullie van genoten hebben, ik hoop dat jullie van wat hebben geleerd. En ja, tot de volgende video. Houdoe.